Dick, hoe kijk jij terug op de wedstrijd tegen Jong PSV? Met een geweldige glimlach, want als je met zo'n apotheose daar weggaat met een overwinning, ja, dan sterkt dat de moraal. Tegelijkertijd is het ook wel, en dat hebben ook de jongens voorgehouden, dat de laatste 10 minuten, nou niet de laatste 10, maar de minuten van 80 naar 90 gewoon zwaar onvoldoende waren en we eigenlijk een zekere overwinning weggeven. Dus het is aan de ene kant heel positief dat je dan nog een keer de rug kunt rechten. Aan de andere kant mag ons dat niet gebeuren. Maar goed, we komen nu met de schrik vrij. Waar kwam dat door, dat die 10 minuten zoveel minder waren? Ja, dan is het heel verleidelijk om alleen maar naar jezelf te kijken. En dat, je moet ook naar jezelf kijken. Wij deden een aantal dingen niet goed. Linies te ver uit elkaar, onderlinge afstanden veel te ruim. Ja, en dan hebben zij te veel goede voetballers om die ruimte niet te benutten. Dus wij kwamen ver terug, maar stonden toch heel ver uit elkaar. En ik vond ook het ingrijpen, dus verdedigen is ook ingrijpen, duelleren. Ja, dat was ook niet op orde. Nu spelen natuurlijk veel wedstrijden in een korte periode. Hoe zorg je ervoor dat spelers naast fysiek ook mentaal fit blijven? Nou, door daar rekening mee te houden in de invulling van je trainingen. Want ik denk dat lichamelijke vermoeidheid, wat jij zegt, klopt helemaal. Ook te maken heeft met je mindset. En tegelijkertijd ook wel weer benoemen dat we een doel hebben. En dat er eigenlijk ook geen tijd is om vermoeid te zijn. Ja, die mag er wel zitten. Maar dat moet een enorme motivatie zijn om... we hebben nu een soort van afsluiting richting die interlandbreek. Waarin we een weekje niet spelen. Nog één keer de accu volledig opladen. Dan volgende week een beetje bijtanken om vervolgens weer een eindspurt in te zetten. Ja, dan heb ik ook geloof in dat onze mannen dat prima kunnen handelen. Dan de tegenstander van morgen in Euroborg, de Graafschap. Ja. Hoe kijk jij naar die tegenstander? Nou ja, die hebben ook die staan ook goed op de ranglijst. En die kregen een tikje afgelopen maandag, thuis nederlaag tegen Jong Ajax. Daarvoor 3 of 4 keer gewonnen op rij. Dus er is ook een ploeg die een beetje tegen de top aanschurkt. Ja, een geduchte tegenstander. Hebben wij nog afwezigen? Ja, wij hebben Tika de Jonge afwezig. En voor de rest, Wouter Prins, die zit nu 2-3 dagen volledig in de training. Als hij vandaag ook de training weer goed doorkomt, dan gaan we met de meeste staf en de technische staf overleggen of hij er morgen niet bij kan zijn. Dat is een beetje afhankelijk van vandaag.